zo gevallen krijg je die van de eerste keer terug. Hoe waarschijnlijk ook niet. Oh, we gaan eens even kijken wat we doen. Ja, ik was aan het is altijd een... Dat je nog verbaasd zou kunnen zijn van het resultaat. Ja, dat zou kunnen. Ik weet, het is altijd een verrassing eigenlijk wat er te zien is. Je weet er alles van. Ik weet alleen wat ik zie. Jij weet alles van voeten. Van de praktijk toch? Nou, nu zijn we er bijna, hè. Kijk, dat is zijn voetje. Min of meer. En hier, dat is eigenlijk schimmel dat erin zit. Ja, van te lang te zijn en dan krom te staan. Sowieso. Paarden of ezels die regelmatig bekapt worden, hebben dat ook zo. Of kunnen dat ook hebben, maar dit is natuurlijk wel... Ja, extreem. Ja. Oké, kunnen we die zijn ervoor? Hier. Ja, dat is toch... Ja, dat is wel schoon, hè. Klein stompakken. Dan zal ze wel gemakkelijker opstappen. Dat denk ik ook, als je dat vergelijkt met een andere poten. Ja. Zie, dat is hier de capsule. Maar daar zit... Normaal is dat daar zo over. Ja. Maar omdat die... De schimmel... Misschien dat ik zelfs nog iets ga halen voor... te behandelen. Kan ik eens kijken wat de anderen hoeven zeggen. Spook wilde van mijn bak blijven. Oké, dat is alleen, hè. Eens even uitzetten. Ja, en de andere.